Oude Jongens Krentenbrood hier op het Festivalplein op de Horecava. En als jij nou het perfecte festival wil organiseren, kan je hier allemaal leuke ideeën opdoen. Wat denk je ervan? Ik wil hamburgers, ik wil wat te drinken. We gaan even kijken wat er hier allemaal gebeurt. Let's go. Carlos, Leon. We hebben hier een latte of een cappuccino. Ik heb daar een lekkere kopje koffie, dus jij gewoon naar binnen loopt. Heel belangrijk natuurlijk, koffie. De koffie wordt vers gezet op de Horecava. Heel belangrijk, moet je je voorstellen. Je komt op een festivalterrein en je hebt niet meteen trek in bier. Koffie wordt gretig afgenomen op een festival. Want het gaat niet alleen om een muziekfestival. We hebben ook te maken met foodfestivals hier in het koude kikkerlandje. Maar een lekker warm bakje koffie erbij. Heerlijk. We gaan hem proberen. Uit Rijswijk. En Alex heeft voor ons wat lekkers gemaakt. Ben je er klaar voor? Heerlijk. Een heerlijke cocktail. Wat is dit? Dit is Darker Stormy, gemaakt van rum. Rum komt uit 3 verschillende eilanden. Dat heeft een speciale pit erbij. Oké, we gaan even proeven. Proost, jongen. Proost. Dag 1 zit erop. Oude Jongens Krentenbrood op het Horecava Festival. Wat vond je ervan? Nou, ik heb genoten. Ik heb veel gedronken, ik heb veel gegeten. Ik heb veel nieuwe dingen uitgeprobeerd. Het is echt een aanrader. Goede vakbeurs, goede editie. Lekker druk. Iedereen is aanwezig, veel bekenden gezien. Echt super. Morgen zijn we er gewoon weer bij. Oude Jongens Krentenbrood. Later.